Today, we return to the book of Exodus, in particular, Exodus chapter 16, although we have additional passages that we'll have to discuss as well. Vandaag keren we terug naar, naar Exodus, hoofdstuk 16. We hebben ook nog andere hoofdstukken waar we het ook over willen hebben. Our subject, as you know, is the manna. Het onderwerp, zoals jullie weten, is het manna. And I'd like to try to trace, as much as time allows, what we see and learn about the manna in scripture. Ja, we willen proberen te traceren zoveel mogelijk over het manna in de schrift, zoveel de tijd toelaat. And I think the first obvious point to note is this is a miracle that the people don't seem to be very happy about when they ask for it, nor do they seem very happy about it when they get it. Ja, het is interessant om notitie van te nemen dat hoewel het een wonder is waar de mensen om gevraagd hebben, ze eigenlijk niet zo erg blij mee zijn als ze het ontvangen. It all starts out, to tell the truth, very badly. Begint slecht. In Exodus chapter 16, beginning with verse 2, and the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron in the wilderness. En Exodus hoofdstuk 16, vers 2. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. En de continuation, vers 3, en de children of Israel said to them, would that we had died by the hand of God in the land of Egypt when he sat by the flesh pots. When we ate bread the full, for you have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. En daar verder in vers 3, daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volle brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. And God responds with the patience of a loving father. En God reageert met de geduld van een liefhebbende vader. In verse 4, then said God to Moses, behold, I will cause to rain bread from heaven for you, and the people will go out and gather a day's portion every day. That, remember, the father also wants to teach. I may prove them or test them, whether they will walk in the way of my Torah, or not. En verder vers 4. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er elke dag uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Now what isn't clear at this point is what's the test? Het is nog niet duidelijk waar de test zit. Net in vers 4 stond er nog bij dat God ze ook op de proef willen stellen, ook met het testen. In verse 5 we see what may give us a hint about at least one of the tests. In vers 5 zullen we wel een hint krijgen voor in ieder geval één van de testen. And it shall come to pass on the sixth day that they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Op de zesde dag moeten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. So, at least one component of the test may have to do with Shabbat, the Sabbath. More on that shortly. Dus in ieder geval één van de testen die zal waarschijnlijk te maken hebben met Shabbat. In any case, Moses and Aaron tell the people at evening
you will know that God has brought you forth from the land of Egypt, and in the morning you will see the glory of God. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten: vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid, en morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Now you'll see the glory of God, for he has heard your murmurings against him. Why are you murmuring against us? What are we? Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt, dat is tegen hem gericht. Want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? And this theme of the murmurings, the complaining, the whining of the people continues in the next verses, in verse 8. And Moses said, this shall be when God will give you in the evening flesh to eat, and the morning bread to the full, for that God hears your murmurings, which you murmur against him. But what are we? Your murmurings are not against us, but against God. And Moses said to Aaron, say unto the congregation of the children of Israel, come near before God, because he has heard your murmurings. En het murmureren gaat verder. In vers 8, Mozes vervolgde: vanavond zal de Heer u vlees te eten geven, en morgenochtend zult u volle brood hebben. Want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht, niet tegen ons. Want wie zijn wij? En Mozes zei tegen Aaron: zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, wend u tot de Heer, want hij heeft uw geklaag gehoord. And indeed, God says in verse 12, I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, at dusk you shall eat flesh, and in the morning you will be filled with bread, and you will know that I am God your Lord. En inderdaad, in vers 12 zegt God: ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. So with respect to the flesh, the meat that they are given, that's fairly straightforward, and came to pass at evening that the quails came up and covered the camp. And as for the bread, and in the morning there was a layer of dew round about the camp. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met fijn schilperachtig laagje alsof er rijp op de aarde lag. In vers 14, and when the layer of dew was gone up, behold, upon the face of the wilderness, a fine. Now, the next word in the Hebrew is mechuspas, which is a somewhat obscure word. We don't have any cognates to tell us exactly what it means. So there are those who render it as something scale-like, or grain-like, or flaky, or bare, something fine, like the frost on the ground. In vers 14, toen de dauw opgetrokken was, bleken in de woestijn bedekt met een laag fijn. En dan staat er in het Hebreeuws een woord mechustaf, wat verschillend vertaald wordt als graanachtig of vlokkenachtig. Het bleek een fijn schilverachtig laagje alsof er rijp op de aarde lag. And when the children of Israel saw it, we read in the following verse, in verse 15, they said one to another. Now, what they said is also somewhat ambiguous in the text. Some translate the Hebrew as a question, what is it? Or it could also be read as a statement, it is man. Now, man is what we usually transliterate as manna. But man is also a word. We'll be returning to this a little bit later. It could mean provisions, it can mean a gift, something that is appointed for them. They say it is man without really giving it a well-defined name because they didn't know what it was. And Moses said to them, it is the bread that God has given you to eat. In vers 15, wat is dat? Nu staat er in het Hebreeuws wat verschillend vertaald kan worden. Van wat is dit? Wat is dat? Of als een vraag of als een soort statement.
En dan volgt er, het is manna, vroegen de Israëlieten toen ze het zagen, ze begrepen niet wat het was. Maar Mozes zei tegen hen, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. And here is where we get the instructions. This is the thing that God has commanded. Gather you of it, every man according to his eating, that is according to the number of people in the household and according to what is needed. An omer ahead, according to the number of persons, shall you take it, every man for them that are in his tent. En ja, hier volgen de instructies. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Ieder een mag er één omer van nemen voor elk persoon die bij hem in de tent woont. In verse 17, and the children of Israel did so and gathered some more, some less. Vers 17, de Israëlieten deden dat, de een verzamelde veel, de ander weinig. And yet, verse 18, and when they did meet it with an omer, that is they measured how much they had taken, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. They gathered every man according to his eating. En vers 18, toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden, niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden, niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. That is, there were the hoarders who wanted to increase their supply, and it didn't help. They accomplished nothing. They had the same as the ones who had gathered little. Ja, er waren dus mensen die wilden hun voorraad eigenlijk vermeerderen. Maar het hielp dus niks. Want het was uiteindelijk evenveel als de mensen die dus weinig hadden gepakt. En hier is where we get to test number one. Nu komen we aan bij test nummer 1. Verse 19, and Moses said to them, let no man leave of it till the morning. It doesn't last. Vers 19, Moses verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. And that's the first problem. Because notwithstanding, they hearkened not unto Moses, but some of them left of it until the morning. And it bred worms and rotted. And Moses was wroth with them. Hier komt het eerste probleem. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaren toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. En Moses wees hen scherp terecht. And then we get to the second test. En nu komen we bij de tweede test. In verse 22, and it came to pass that on the sixth day they gathered twice as much bread, two omers for each one, and all the rulers of the congregation came and told Moses. En dan komen we bij de tweede vers 22, maar op de zesde dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid, twee omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Moses melden. That is, evidently, they were already used to, no matter how much you collect, you'll end up with an omer per person. But now, they see they have two omers for each person. Ja, blijkbaar waren ze dus aan gewend dat het niet zoveel uitmaakte hoeveel je pakte, omdat ze toch eindigden met één omer per persoon. En nu eindigden ze met twee omer per persoon. Now, the next verse, verse 23, is critically important, because here is where, for the first time in the Bible, the Sabbath is introduced as a day that pertains to people. Nu is een kritiek moment waar voor de eerste keer de Sabbat wordt geïntroduceerd als een dag voor de mensen. That is, of course, everyone will say, but wasn't the Sabbath introduced in Genesis chapter 2, verses 1, 2 and 3? Maar nu zegt iedereen van, werd de Sabbat niet geïntroduceerd in Genesis 2 en 3? And of course the answer is that it was introduced there as a day that pertains to God. Nothing about it pertaining to people.
En het antwoord is dat het daar werd gepresenteerd als een dag voor God en niet voor de mensen. That is what we read in Genesis, is that God rests on the seventh day. Well, God also created light on the first day. So if we're not creating light on Sundays, then there's no reason to conclude from Genesis that we're supposed to rest on Saturdays. Wij lezen daar dat de dag was voor God. Dat hij rustte op de zevende dag. En dat hij licht gecreëerd had op de eerste dag. Dus als wij dan geen licht creëren op de zondag, is het dan het punt dat wij rusten op de zaterdag, sabbatdag. Until that is, God gives this command to Israel in Exodus chapter 16. Totdat God het een richtlijn geeft in Exodus 16. Moses says, again, verse 23, this is that which God has spoken. Tomorrow is a solemn rest, a holy Sabbath to God. Bake what you will bake, seethe what you will seethe, and all that remains overlay up for you to be kept until the morning. Moses zei tegen hen, de Heer heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een heilige Sabbat ter ere van de Heer. Bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken en bewaar wat er overblijft tot morgen. And in verse 24, they laid it up till morning, as Moses bade, and it did not rot, neither was there any worm therein. En vers 24, ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen. Nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. And Moses said, eat that today. For today is a Sabbath unto God. Today you shall not find it in the field. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes, want vandaag is het Sabbat, een rustdag ter ere van de Heer, en u zult, u buiten het kamp niets vinden. 6 days you shall gather it, but on the seventh day is the Sabbath. In it shall there be none. 6 dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het Sabbat. Dan is het er niet. And that, of course, is the second test. The second test is it's not coming on the Sabbath, so don't go out and look for it on the Sabbath. Nou komt dus de tweede test. Als er wordt gezegd dat het er niet op de Sabbat is, dan moeten ze er ook niet naar gaan zoeken op de Sabbat. And they failed that one too. And it came to pass on the seventh day that there went out some of the people to gather, and they found none. En sommigen faalden die test. Toch gingen sommigen ook op de zevende dag op zoek, maar ze vonden niets. And God's rebuke in verse 28, God said to Moses, how long do you refuse to keep my commandments and my instructions, my teachings? En in vers 28 geeft God een vermaning. Toen zei de Heer tegen Mozes, hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? See that God has given you the Sabbath, therefore he gives you on the sixth day the bread of 2 days. Abide you every man in his place, let no man go out of his place on the seventh day. De Heer heeft jullie de Sabbat gegeven, en daarom geeft hij jullie op de zesde dag voedsel voor 2 dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven waar hij is. Niemand mag dan het kamp verlaten. So the people ceased from work, rested on the seventh day. Toen hield iedereen op de zevende dag rust. So note that there were these two tests and people failed each one. One was to not hoard the manna till the next day. The other was to not look for the manna on the Sabbath. And the people are having a lot of trouble with this, aren't they? Dus er waren 2 testen. En die de mensen eigenlijk allebei de testen faalden. Dus de eerste was voor het manna. De tweede was dus dat ze niet zouden gaan kijken naar het manna. Now, the end of the story, as we read it in Exodus chapter 16, is we hear about what good food this was. The house of Israel, in verse 31, called the name thereof manna, and it was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. In vers 31 horen wij wat een soort voedsel het was. Het volk van Israël noemde het
voedsel manna, het leek op korianderzaad, maar dan wit en het smaakte als honingkoek. And this sustains the people. And the children of Israel did eat the manna 40 years until they came to a land inhabited. They did eat the manna until they came unto the borders of the land of Canaan. En dit onderhield de mensen. 40 jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna tot ze de grens van Canaan bereikten. So you might of course get the impression here that at the very least, once they got over the initial tests, then they were satisfied. They should be happy. They're getting bread from heaven. It's a miracle, right? Je zou dus de indruk moeten krijgen dat voorbij de twee testen, dat ze dus het brood kregen en dat ze dus blij zouden moeten zijn en dat ze dus wonders ontvingen van God. Toch? Well, of course. The answer is wrong. Maar het antwoord is niet. Fout. We skip to Numbers chapter 11 in verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a-lusting, and the children of Israel also wept on their part and said, would that we were given flesh, meat, to eat. En we gaan verder naar nummer 11 vers 4. Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok was onverzadigbaar en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We remember the fish which we were wont to eat in Egypt for naught, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions and the garlic, like they were having such a great time in Egypt, right? We verlangden terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en de watermeloenen, de prei, uien en knoflook, alsof ze in Egypte zo'n fijne tijd hadden. Remember, free? They weren't even being given straw for free to make bricks. Ze kregen dus nog geen stro om bakstenen te maken. But now our soul is dried away, there is nothing at all, nothing. We have not saved this manna to look to. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan dat manna. And of course the next verses 7, 8 and 9, represent the response of the Bible. Just consider how wonderful the manna was. It was like coriander seed. The appearance was like crystal, like pearl. And they were able to grind it and beat it and cook it and make cakes of it and do everything they wanted with it. En in vers 7, 8 en 9 krijgen we eigenlijk een soort antwoord van de Bijbel over wat voor eten het was. En dat ze dus van allerlei dingen ook mee van konden maken, dat het lekker smaakte en zo verder. Small wonder that Moses, for the first time in his career, is ready to give up completely. Klein wonder dat Mozes voor de eerste keer in zijn loopbaan het eigenlijk wil opgeven volledig. Moses heard the people weeping family by family, every man at the door of his tent, and the anger of God was kindled greatly, and Moses was displeased. Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Toen de Heer in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad. And he's ready to resign. And Moses said to God, why have you dealt ill with your servant? Why have I not found favor in your sight that you lay the burden of all this people upon me? En hij vroeg aan de Heer, waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Have I conceived all these people? Have I brought them forth that you say to me, carry them in your bosom like a nursing father carries the suckling child onto the land that you swore to their fathers? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd heeft? And in verse 14, I am not able to bear all these people myself alone, because it is too heavy for me. Ik kan, vers 14, ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen. Dat is te zwaar voor mij.
in verse 15, and if you deal thus with me, kill me, I pray you, out of hand. If I have found favor in your sight, let me not look upon my wretchedness. I can't take it anymore. En in vers 15, als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood mij dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard. Well, remember, this is elaboration on Moses being displeased, but we also read in verse 10 that the anger... The last sentence I didn't hear. Can you hear me? And with respect then to God's anger being kindled, we read about the continuation of this story from verse 31. En met respect naar de boosheid van God gaan we verder naar vers 31. That they ask for meat, God gives them quails in such superabundance that, as we read in verse 32, the people rose up all that day and all the night and all the next day and gathered the quails. En we lezen in, ze vroegen om vlees en we lezen in 32, vers 32, het volk raapte de kwartels op en was daar de hele dag en de hele nacht mee bezig. En ook de hele volgende dag. Niemand verzamelde minder dan 10 ezelslasten. And the punishment. While the flesh, the meat, was yet between their teeth, before it was chewed, the anger of God was kindled against the people, and God smote the people with a very great plague. En hier de straf. Maar ze hadden het vlees nog niet fijn gekauwd, of de Heer ontstak in woede tegen het volk en bracht het een grote slag toe. So, they're complaining. They're complaining and they're being punished. Dus ze klagen en ze klagen en ze worden eigenlijk daar gestraft. And again, in Numbers chapter 21, they're at it again. En opnieuw in hoofdstuk 21 gaat het opnieuw. In verse 4, they journeyed from Mount Hor by way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people became impatient because of the way. Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken, maar onderweg werd het volk ongeduldig. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, and there is no water. And our soul loathes this light bread. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven. We hebben geen brood en geen water. En we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. No bread? They have the manna. But we loathe the manna. We can't stand it. Geen brood. En ze hebben het manna. Maar ze kunnen er niet meer tegen. And again, the punishment. In verse 6, God sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much of the people of Israel died. En opnieuw de straf. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. So this is a miracle, but again, a miracle they didn't want, they were complaining, and even after they get it, they're not happy with it. They're still complaining. Dus er is een wonder wat gebeurt dat ze eigenlijk niet wilden. En toen ze het kregen, gingen ze klagen. Imagine getting food from heaven. Would we be complaining? Stel je voor dat wij brood uit de hemel zouden krijgen. Zouden wij dan klagen? What are they complaining about all the time? Waar klagen ze over de hele tijd? And it's significant to note that even after the Torah, we find repeatedly these references to the manna in Psalms, in Nehemiah, and always in the context of Israel complaining. En het is belangrijk om notitie van te nemen dat ook verder dan voorbij de Torah, verschillende referenties zijn en terugspelingen zijn op het manna.
En altijd in de context, met het klagen. In Psalm 78, we read the whole story of the Exodus and God's redemption. In Psalm 78 lezen we het hele verhaal van de Exodus en de, ja, de Gods redemption, de beveiliging. And excerpting from verse 13, beginning with the Red Sea, there's a recounting of actually what we read in the chapters that immediately precede the description of the manna in Exodus chapter 16. En vanaf het passeren door de zee krijgen we een, ja, een soort uitleg over het, ja, het, de reis, ook met het manna. We read about the pillar of cloud and the pillar of fire. We read of the cleaving of the rock. That's after the manna in Exodus chapter 17. In bringing forth water from the rock. And yet went they on still to sin against him, to rebel against the Most High in the desert. We lezen van de pilaar van vuur en de pilaar van rook. We lezen over de splijten van de steen en ja, het water wat eruit gaat. En toch blijven ze klagen en rebelleren tegen, ja, tegen God in de woestijn. And they tried God in their heart by asking food for their craving. Vers 18, met opzet daagden zij God uit en riepen zij om eten zoveel als ze wilden. Verse 19, yea, they spoke against God. They said, can God prepare a table in the wilderness? Vers 19, ze beledigden God en zeiden, zal God in staat zijn een tafel te dekken in de woestijn? Behold, he smote the rock, that waters flowed out and streams overflowed. Can he give bread also, or will he provide flesh for his people? Toen hij op de rots sloeg, vloeide er water, stroomde er beken. Maar zal hij zijn volk ook brood en vlees kunnen geven? And again, in verse 21, therefore God heard and was wroth, and a fire was kindled against Jacob, and anger also went up against Israel. En in vers 21, toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede, en een vuur laaide op tegen Jacob, tegen Israël ontbrandde zijn toorn. Because they believed not in God and trusted not in his salvation. Want zij hadden God niet geloofd en niet vertrouwd op zijn hulp. And the irony is that still and all, verse 23, and he commanded the skies above and opened the doors of heaven, and he caused manna to rain upon them for food and gave them the corn of heaven. En ja, ironisch genoeg, hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open. Manna om te eten regende het op en neer. Hij schonk hun het koren van de hemel. Zij aten het brood van de engelen. Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde. In verse 25, man ate the bread of the mighty. In the Hebrew, abirim, is a somewhat ambiguous term. And indeed, there are traditions that this describes a completely spiritual food that is fit for angels. And he sent them provisions to the full. In het Hebreeuws staat er het woord abirim, wat ja, ook wel wordt gezien als een soort geestelijk voedsel, wat dient voor de engelen. And so, again, all these complaints, even though they're getting the food from heaven. Dus ja, en nu opnieuw, ondanks al hun klachten, ze krijgen toch eten uit de hemel. The same theme of complaints and rebelliousness in Nehemiah in chapter 9. Hetzelfde thema van klagen en rebelleren in Nehemiah hoofdstuk 9. The Levites, in speaking to the people, rebuke them.
de Levieten die praten tegen het volk en vermanen hun. In blessing God's name, they give a description of what took place in history. En in het zegenen van Gods naam geven zij een soort omschrijving van de geschiedenis, van wat er gebeurde in de geschiedenis. Describing the salvation from Egypt in detail. Ze omschrijven de redding uit Egypte gedetailleerd. En the miracles, the splitting of the sea, the pillar of cloud and the pillar of fire, as we discussed, and as we also saw in Psalm 78. En de wonderen van die pilaar van vuur en rook. En wat we ook, de wonderen die we ook hadden gezien in Psalm 78. The revelation at Sinai, the gift of the Sabbath. De openbaring bij Sinai en de gaven van de Sabbat. And on top of it all, this is not chronological, but maybe this is the greatest indication of God's imminence, of God being there to save them. Verse 15. En dat is niet chronologisch, maar wel een grote bewijs van dat God er daar voor hen is. Vers 15. And gave them bread from heaven for their hunger, and brought forth water for them out of the rock for their thirst, and did command them that they should come in to possess the land that you lifted up your hand to give them. One moment, please. Dit was chapter 9. Yes. Vers 15. Yes. Yes. Wanneer ze honger hadden, gaf u hun brood uit de hemel. Wanneer ze dorst hadden, liet u water voor hen uit de rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen. Het land dat u onder ede had beloofd. Verse 16, but they and their fathers dealt proudly and hardened their neck and hearkened not to your commandments. Vers 16, maar onze voorouders hebben zich misdragen, koppig als zij waren, en ze luisterden niet naar uw geboden. Verse 17, and refused to hearken, neither were mindful of your wonders that you did among them, but hardened their neck, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage, to go back to Egypt. Vers 17. Ze weigerden te luisteren en vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden zij een nieuwe leider aan. En ze wilden weer slaven worden in Egypte. And still God's compassion. You are God ready to pardon, gracious, full of compassion, slow to anger, plenteous in mercy, and you didn't forsake them. Maar u bent een God van vergeving. Genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. U verliet hen niet. And again, the most vivid indication of that in verse 21. 40 years you sustained them in the wilderness and they lacked nothing. You fed them the manna. Vers 21. 40 jaar lang hebt u hen onderhouden. In de woestijn ontbrak het hun aan niets. Hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op. What's their problem? Why are they always complaining about the manna? Wat is hun probleem? Waarom klagen ze steeds over dat manna? I think an important key in order to try to answer this question lies in the name manna. Ik denk dat er een belangrijke sleutel ligt om dit op te lossen in de naam manna. And I'm returning now to Exodus chapter 16, verse 15. Remember, we noted this. This is the first place in the Bible that the word
man, manna, appears. En terugkeren naar Exodus 16, hoofdstuk, vers 15, waar de eerste keer het woord man voorkomt. Now, as we noted, when we considered this verse a few minutes ago, you can read the Hebrew. The question, ma hu, what is it? Or, as a statement, it is the man. Man hu, it is man. Zoals we zagen net, de vraag die je kunt stellen, wat is het? Of the statement. And then, of course, inevitably, if it's a statement, it's saying, it is man, man, meaning. En als statement kun je dus zeggen, het is man, en man betekent? We noted, it could mean provisions, it could mean a gift. We hadden gezien dat het een gave kan zijn, provisie kan zijn. But what is the root? What is the root of this thing that is called man in Hebrew, manna in the transliteration? What is it? Wat is de wortel van het woord Hebreeuws? In order to answer the question, I'd like to consider a verb. The verb in Hebrew is vayiman. Om deze vraag te beantwoorden, willen we een werkwoord zeggen. En wat was de verb? Vayiman. Het werkwoord is vayiman. The root letters are the same as the man. The man. De wortelletters zijn hetzelfde als in het woord manna. And this is a verb that actually appears in all the Bible on exactly 5 occasions. En dit is een woord wat in de hele Bijbel 5 keer voorkomt. It's interesting to know that 4 of them are in the book of Jonah. En 4 van de 5 keer komt in het boek Jonah. They all essentially indicate the same meaning. Obviously, the implications for the book of Jonah we won't be discussing today. En het impliceert allemaal dezelfde betekenis. But as you can see here, God is the subject of the verb in the beginning of chapter 2, in chapter 2, verse 1, and God prepared or appointed a great fish to swallow Jonah. Vayiman, prepared, appointed. En God is hier het leidend voorwerp bij het werkwoord. En er staat hier God prepared, bereiden voor Jonah de vis. In chapter 4, verse 6, again, Vayiman. Vayiman, God prepared or appointed a gourd. A gourd to grow up and cover Jonah and to provide him with shade. En in hoofdstuk 4 opnieuw, God bereidde een gordel, een gourd. And the following verse, Vayiman ha'elokim, God prepared or appointed a worm to smite the gourd so that it withered. En God bereidde of wees een wees toe een worm. Something to a creepy thing to devour the gourd. Griezelig ding. Okay, and in the following verse, after the gourd is withered and now Jonah doesn't have something to provide shade, it came to pass when the sun arose that God prepared or appointed a vehement east wind to beat down upon Jonah's head. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. Dit is ook
ja, God liet het gebeuren en bereidde dat. Preparing or pointing something, that's vayeman. Dus bereiden of naar wijzen, dat is vayeman. It doesn't exclusively appear with respect to God. The fifth place where vayeman appears in the Bible, in the first chapter of Daniel, is with respect to the king Nebuchadnezzar. En de vijfde keer dat het voorkomt in de Bijbel is in Daniel, waar het slaat op de koning Nebuchadnezzar. That is in verse 5, the king appointed for them a daily portion of the king's food. Appointed again, vayeman. Vers 5, de koning bereidde voor hun een dagelijks portie eten. Now, this is maybe of interest to the linguists, but why am I harping upon the root of man as being appointing, preparing? Dit is misschien interessant voor de taalmensen, maar waarom ben ik aan het wijzen op bereiden en wijzen? I think it is central in our understanding what really was the principal theme that was expressed by God at the very beginning of the story of the man in Exodus chapter 16. Ik denk dat het cruciaal is om te begrijpen wat God ermee bedoelde in het begin, met het, wat het thema was in het begin, dat het woord voorkwam. Remember in chapter 16 verse 4 that God says, I will cause to rain bread from heaven that I may test them whether they walk in my Torah, in the ways of the Torah, or not. Dus herinner dat God het gezegd dat hij het liet regenen, mannen, maar dat hij hun ook zou testen. What's the test? That's the central question. Wat is de test? Dat is de centrale vraag. Because even if we don't have the manna today, if it's a test for them, it may well be a test for us as well. Maar ondanks dat wij vandaag de dag geen manna hebben, als het toen een test voor hun was, kan het ook vandaag de dag een test voor ons zijn. We consider one final source in scripture, Deuteronomy chapter 8. We overwegen één laatste Bijbelstuk, Deuteronomium hoofdstuk 8. Beginning with the first verse. All the commandments that I command you this day shall you observe to do, that you may live and multiply and come in and possess the land that God swore to your fathers. Beginnend bij vers 1. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. And the second verse, which reads almost like a condition. In order to be able to come in and possess the land that God swore to your fathers, you better remember something. In vers 2, waar het stelt bijna een voorwaarde. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde. You shall remember all the way that God your Lord led you these 40 years in the wilderness, that he might afflict you, to test you, to know what is in your heart, whether you would keep his commandments or not. 40 jaar lang, hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. No, the self-same verb, testing, appears here as well. Dus het woord testen komt hier ook weer naar voren. Schijnt hier ook. And it's in the same context, the manna.
met in dezelfde context het manna. Because the next verse, verse 3, and he afflicted you and suffered you to hunger and fed you with manna, which you knew not, neither did your fathers know, that he may make you know that man does not live by bread only, but by everything that proceeds out of the mouth of God does man live. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien. En uw voorouders evenmin. Zo maakte hij duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. What's the connection? What's the connection of the test and the manna? The test, again, that we already saw expressed in Exodus chapter 16, verse 4. What's the test for? Wat is de verbinding? Wat is de connectie tussen de test en het manna? Now, of course, again, we saw a couple of specific tests. A couple of specific tests that the children of Israel, at least some of them, failed. With respect to hoarding the manna overnight. And with respect to looking for the manna on the Sabbath. We zagen dus dat sommige van de Israëlieten de twee testen dus faalden met het opslaan van het manna 's nachts en erop uittrekken om het manna te gaan zoeken. But those by themselves don't really conclusively explain why the manna is the central theme there and here of being tested. Maar in zichzelf legt dat dus niet uit waarom het manna, zeg maar, het verband legt met het worden getest. I think the word manna, man in the Hebrew, however, does explain it. Ik denk dat het woord manna, maan in het Hebreeuws, het uitlegt. Of course, again, there's the obvious aspect of the manna, of the man, that it is a gift from God that is sustaining the people. Er is dus het aspect van manna dat God dus de mensen onderhoudt. But I think there's a more fundamental issue. An issue that was continuously a problem for the people to accept. Maar er ligt een meer fundamentele zaak. Een zaak die de mensen moeilijk konden verwerken, konden accepteren. Remember, man, vayeman. Appointing, that which is appointed. Onthoud dus, maan, het woord maan, dus wat betekent verwijzen, toewijzen. What's the big deal about something being appointed? En wat is er zo belangrijk aan toewijzen? Because if something is appointed for you, you are not in control. Oh, dus als iets aan jou is toegewezen, dan ben jij dus niet in control. Dan ben jij dus niet de baas daarover. It is something that is appointed by God. It's coming from heaven. You can't reach heaven. You have no control over it whatsoever. Het is dus toegewezen door God. En jij kunt dus niet. Het is dus wonder uit de hemel. En je kan dus niet de hemel bereiken. Het is dus het is iets van God. And that is the critical test. Are they prepared to go in the way of my Torah or not? En dat is dus de kritieke test, zijn zij bereid om de Torah te gaan, de weg van de Torah te gaan, of niet? The connection. Because in order to accept the Torah, you have to accept that God
is guiding you. That God is the one who is in control and we follow. Dus de connectie is, dus om de Torah te doen, moet je dus beseffen dat God de leiding heeft. Dat God in alle controle heeft. En dat wij dus bereid zijn om daarin mee te gaan. We may have all sorts of ideas about what we think is important. What we think is good. What we think is even absolutely critical. Wij kunnen dus allerlei ideeën hebben over wat wij denken wat belangrijk is. Over wat wij denken wat goed voor ons is. Like for example, that if we have some food, we need to hoard it and store it for the next day because you don't know what's going to happen the next day, do you? Bijvoorbeeld, dus als wij dus eten krijgen, dat wij het moeten gaan opslaan voor de volgende dag, omdat we dus, ja, wij weten dus niet wat er morgen gaat gebeuren. Or going out to work 7 days a week, because after all, you never know what's going to happen the next day. You always have to prepare for a rainy day. Of 7 dagen per week gaan werken, want tenslotte je weet maar nooit wat de volgende dag gaat gebeuren. Het zou kunnen gaan regenen. Those are symptoms of the essential problem. They're not the problem. They're the symptoms. Dit zijn de symptomen van het probleem. Ze zijn niet het probleem zelf, maar symptomen van het probleem. The problem is giving up control. Het probleem is het opgeven van de controle. The problem is recognizing we are not the one who's in charge here. Ja, dus het probleem ligt erbij het erkennen dat wij dus niet alles onder controle hebben. That most essentially is the lesson of the manna. Dat is dus in essentie de les van het manna. That is the affliction that God afflicted you to test you. Ja, dat God jou dus test. Obviously is not afflicting you by starving you. That is, when we read, he afflicted you and suffered you to hunger and fed you with the manna, but then you weren't hungry. You had the manna. Which text was this? Again, in verse 3, that when we read, he suffered you to hunger and fed you with the manna. He fed you with the manna, so you weren't hungry. You had the manna to eat. Ja, hij testte je dus met manna, maar uiteindelijk was het, had je dus geen honger. But without the manna, you would have nothing. Dus zonder het manna was er dus niks. You are completely incapable of attending to your needs on your own. Je bent dus, niet in staat om dus uit jezelf alles te doen, op te lossen. That's the greatest affliction for us to recognize we don't control what's happening in our own lives. Dus dat is de grootste moeilijkheid om te erkennen dat wij dus niet altijd in controle zijn voor wat er in ons eigen leven gebeurt. Now there's one critical final note to stress in understanding what that means, and that becomes clear in the following verses in Deuteronomy chapter 8. En er is nog één laatste punt wat duidelijk maakt wat er gebeurt. En dat is vers 11, Deuteronomium hoofdstuk 8, vers 11. Because that's precisely the theme of what we read in the warning here. Want dat is dus juist het thema wat we lezen in de waarschuwing. From verse 11, beware lest you forget God your Lord in not keeping his commandments and his ordinances and his statutes that I command you this day. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud veronachtzaamt. Because you will be strong and prosperous, as is described in the following verses. And then, in verse 14, your heart is lifted up and you forget God your Lord who brought you forth from the land of Egypt from the house of bondage.
Dus, want als het dus op een gegeven moment alles voorspoedig gaat, dan lezen we dus in vers 14, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Want was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde? In vers 15, who took care of you with all sorts of challenges, but most important in vers 16, who fed you in the wilderness with manna. En dus, die dus voor de mensen zorgden, maar het meest belangrijke dus, in vers 16, die u in de woestijn manna te eten gaf. Voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien. Manna that your fathers knew not, that he might afflict you. Again, the theme of affliction. And he might test you to do you good in your latter end. En dus het weer hier weer het testen ook. What's the good that God is bestowing through this test, through the challenge of the manna? Wat is het goede wat voortkomt uit het testen? Because of the danger in verse 17, that you say in your heart, my power and the might of my hand has gotten me this wealth. Want het gevaar, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven. Now on the one hand, in a way, verse 18 tells us that's true. Dus aan de ene kant stelt vers 18 dat zo is. That is, your power and the might of your hand did get you this wealth. Dat je dus door je eigen kracht en je eigen handen dus ook die rijkdom hebt gekregen. Dus the warning is, you shall remember God your Lord, for it is he who gave you the power to get the wealth. Maar de waarschuwing ligt er dus in dat het God het is die jou in staat heeft gesteld om dat te doen. It was your power. You worked hard. Het was je eigen kracht, je werkte hard. But that doesn't mean that you're in charge. Maar dat betekent niet dat je de leiding hebt, dat je het zelf allemaal hebt gedaan. Because the power didn't come from you. The power was given to you. Want de kracht kwam niet van jou, de kracht was jou gegeven. So of course you need to work. You need to take responsibility for what you do in the world. Dus tuurlijk, je moet werken, je moet verantwoording nemen voor de dingen die je doet in de wereld. And that is why you are not entitled to sit back and say, okay God, you take care of everything, I'll just lie back and open my mouth and you fill it. That's not the way things happen. En daarom mag je dus niet achterover gaan zitten en niks gaan doen en zeggen, je mond openen en zeggen, God gaat u maar eten erin doen. Even the manna, the children of Israel had together. Zelfs het manna moesten de Israëlieten vergaderen. When Israel was in the wilderness, what was most critical was for them to learn the lesson of relinquishing control to God. De belangrijkste les die Israël in de woestijn had, was dus dat zij moesten leren de touwtjes uit handen geven aan God. And that, most essentially, is what repeatedly, as we saw in Numbers chapter 11 and Numbers chapter 21, they had such a difficult time accepting. En dat is wat we dus lazen in nummerie hoofdstuk 11 en hoofdstuk 21. Dus dat ze daar dus grote moeite mee hadden om dat te leren. But that is to do you good in your latter end. Maar dat is om het zodat God je dus kan zegenen verder weg. Voor daarbij. If you learn that lesson, then and only then are you ready that God may establish his covenant, which he swore to your fathers as it is this day, to give you the land of Israel.
where you will work. And the bread won't come down from heaven. It will grow up from the ground by your efforts. But you will know that all those efforts are through the power that God has given you. Want dan alleen, als je dus deze les hebt geleerd, daar voorbij kan je dus naar het beloofde land, naar Israël. Maar dan zul je ook nog moeten werken. Daar komt het brood niet uit de hemel vallen, maar groeit het uit de grond. En ja, dan zul je dus ook er wat voor moeten doen. Of course, this applies not only to food. It applies not only to the physical world, but also to the spiritual world and our spiritual lives. En dit gaat dus niet alleen over eten, en het gaat niet alleen over de fysieke wereld, maar ook over de spirituele wereld. We know in both of them that God charges us to do, that God charges us to act, to use all of the power that we have at our disposal. In beide werelden weten we dat ja, God van ons verlangt dat wij ons volledig inzetten naar ons kunnen. But to use it knowing that God is the one who gave us that power to use. En ons inzetten, maar wetende dat God ons de kracht heeft gegeven om te gebruiken. When we learn that lesson, we're ready for the promised land. Als we deze les leren, dan zijn we dus klaar voor het beloofde land. When we learn that lesson, we're ready to receive God's blessings. Als we deze les leren, dan zijn we klaar om de zegeningen van God te ontvangen. God bless you. God zegen.